Hi tweeling, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 24. En dat is van maandag 10 juni tot en met zondag 16 juni. Dan staat een kaart om te kijken wat deze week voor de tweeling gaat brengen. Het lijkt tweeling alsof je deze week de zaken in evenwicht wil blijven houden. Je vindt het heel erg belangrijk om overal dat compromis te blijven zoeken en eigenlijk in een soort groep je ding te blijven doen. Samenwerking is belangrijk en je zult dus eerder het compromis opzoeken dan dat je jezelf laat gaan of jezelf op de voorgrond zet. Ik heb daarbij wel het gevoel dat je heel veel aan het onderzoeken bent. En het zou zomaar kunnen zijn dat je misschien ook nog aan het onderzoeken bent of je misschien wel een bepaalde studie moet gaan doen. Of dat er bepaalde zaken nog nodig zijn om je nog sterker in je schoenen te laten staan. En ik heb het idee dat ook daar zoek je weer van, hè, hoe kan ik het privéstukje, kan ik het werkstukje houden? Eigenlijk bij alles wat je doet denk je heel erg na van, hoe gaat het in mijn toekomst? Hoe gaat het worden? Wat kan ik daar het beste uithalen? Je bent heel erg bewust bezig om het beste voor jezelf en het beste voor je omgeving uit te halen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt. Ik wens je sowieso een super fijne week.